Hoe reilen en zeilen de dingen? Deze week kijken we op dit tijdstip achter de schermen. En vandaag de vraag, hoe bevoorraad je een winkel als je een autovrij winkelcentrum hebt? Ja, in het stadshart van Almere zijn auto's verboden en hebben de winkels ook geen zichtbare achterdeur. Maar hoe komen al die spullen dan binnen bij de ondernemers? Nou, Martin Hoort zou dat moeten weten. Hij is voorzitter van de ondernemersvereniging Stadcentrum Almere. Goedemiddag, Martin. Goedemiddag. Hoe werkt dat in Almere, in het stadshart? Ja, nou ja, we hebben er natuurlijk een jaar of 20 geleden voor gekozen om in Almere Centrum. Want het stadshart bestaat niet, hè, dat is in Lelystad. Wij heten Almere Centrum, voor alle duidelijkheid. Hebben wij ervoor gekozen om een autovrij stadcentrum te creëren. Met alle nieuwe aanbouw die gedaan is. En daar hebben architecten goed naar gekeken. En die hebben ervoor gezorgd dat het autovrij is. Maar dat tegelijkertijd natuurlijk de mensen wel onder en langs het stadscentrum kunnen bewegen. En dat winkels bevoorraad kunnen worden via de achterkanten van de winkels, zeg maar, onder de grond. Ja, hoe werkt dat dan precies? Is dat echt een gangenstelsel? Ja, er zijn eigenlijk een aantal loodsen rondom het centrum. Laad- en los loodsen. Dat zijn echt enorme hallen waar vrachtwagens in kunnen staan. Die dan hun goederen kunnen lossen. En dan kunnen ze met die goederen via liften en gangen, zeg maar, de achterkanten van de winkels bereiken. Zonder dat dat in het zicht is van de bezoekers, de commerciële bezoekers. En op die manier worden alle winkels bevoorraad. En het is een soort van metrostelsel zoals je dat in Londen of in Parijs of Amsterdam ziet. Maar dan specifiek bedoeld voor het personeel van de bedrijven en het laden en lossen van goederen. Ja, dus er zit nog hele wereld onder dat stadscentrum, ja, in Almere. Hoe kom je daarin? Waar begint dat? Ja, nou ja, daar kom je natuurlijk normaal niet in, want het is allemaal beveiligd. Hè? Dus je moet ook echt gewoon sleutels, codes, er hangen camera's, het is allemaal hermetisch afgesloten. Er zitten brandgangen natuurlijk in, et cetera. Want ja, voor de veiligheid is het natuurlijk bedoeld voor de ondernemers dat daar niet lui in die gangen kunnen ophouden die niet van prettige gezindheid zijn, om het maar zo te zeggen. Ja. Ja. Kan je daar ook verdwalen? Want ja, wij krijgen dan ineens zo'n beeld wat jij wel eens in films ziet. Zo'n riolenstelsel. Ja, er zijn wel eens mensen die verdwalen. Dat komt omdat elke winkel, elke winkelstraat heeft natuurlijk een andere route. En soms moet je een gang door en dan een lift. En dan moet je weer een gang door en dan een tweede lift. En het zit natuurlijk op allerlei verschillende verdiepingen. En voor leveranciers is dat altijd best wel een uitdaging. Maar het is wel zo dat in die laad- en losloodsen is wel duidelijk aangegeven van waar moet ik zijn voor welke winkel. Er zit er ook een intercom-installatie bij. Dus je kan vanuit die laad- en losloods kan je communiceren met de desbetreffende winkel. En als er een nieuwe chauffeur is of een nieuwe leverancier is, dan helpen de ondernemers zo iemand vaak wel eventjes door het bos heen, om het maar zo te zeggen. Hoe uniek is Almere hier nou mee? Ja, hartstikke uniek. Dit soort systemen zie je eigenlijk alleen maar in Amerika en de grote shoppingmalls. In Nederland heb je tegenwoordig de Mall of the Netherlands. Daar werkt het eigenlijk net zo. Maar Almere was natuurlijk 15, 20 jaar geleden zijn tijd wat dat betreft ver vooruit. Ja. Ja, want in andere steden heb je vaak ook wel van die winkelgebieden. Maar daar wordt dan voor de openingstijden vaak bevoorraad, hè, naar de winkels toe. Was dat gewoon geen optie in Almere? Dat was natuurlijk wel een optie geweest. Maar dan heb je toch gewoon heel veel verkeer. Met ronkende diesels en opstoppingen en dergelijke. Ja, die dwars door je bezoekers heen moeten. En dat wilden we gewoon niet meer. Maar het is wel veel duurder natuurlijk. Ja, natuurlijk is dat duur. Want het kost natuurlijk vastgoedkosten. En er worden allerlei kosten, liften en gangen. Het moet allemaal onderhouden worden en dergelijke. Aan de andere kant de openbare ruimte, straten onderhouden en dergelijke. Ja, dat kost ook geld. Alleen dan komt het neer op de belastingcentjes van de bewoners van de stad, zeg maar. Ja, nu komen die kosten een soort van rekening voor meestal de ondernemers en de vastgoedeigenaren.
Ja, is dit nou de ideale oplossing of de ideale manier om winkels te bevoorraden, zo'n gangenstelsel? Of zeg je van nou, het kent toch ook wel een hele hoop nadelen, zoals dus dat onderhoud en dat het vrij ingewikkeld is? Ja, kijk, voor de ondernemers en voor de vastgoedeigenaren is dit niet het ideale plaatje vanuit dat perspectief. Want het kost natuurlijk ook een hoop geld. Het moet onderhouden worden en dergelijke. Dat zijn allemaal bijkomende kosten. Het is niet altijd even snel dat je zegt van joh, er komt een vrachtwagen met een doosje. En huppakee, even snel in de winkel afleveren. Dus dat kost ook wat meer tijd. Maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Het gaat erom dat onze bezoekers een prettige omgeving hebben om te winkelen. Ja. Dat is het allerbelangrijkste. Want als de omgeving voor de bezoeker niet prettig is, ja, dan gaat dat weer in je omzetla gaat dat schelen. Dus we hebben eigenlijk de ideale situatie is het voor onze bezoekers. En dat is waar we het uiteindelijk voor doen. Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Je doet het inderdaad voor het winkelend publiek, maar die weten dat helemaal niet. Want je ziet dat niet. Ik heb ook nog nooit een foto gezien van dat stelsel. Nee. We houden het best bewaarde geheim van onze stad, zal ik maar even zeggen. En dat willen we ook graag zo houden. Bezoekers die zijn vooral belast met welke winkel ga ik bezoeken en wat moet ik allemaal kopen en mijn boodschappenlijstje en al soort dingen meer. En de rest, hoe we het aan de achterkant georganiseerd en geregeld hebben, joh, dat is denk ik alleen maar overtollige ballast. Ja. Waar het om gaat, het is dat de bezoeker het prettig heeft en dergelijke. Maar ja. Jij gaat ook door dat, als je naar het werk gaat, ook daar doorheen? Ja, heel veel personeel die gaan ook gewoon echt door het gangenstelsel heen om uiteindelijk in hun winkel te komen. Maar ook die parkeren ook hun auto of hun fiets? Nee, dat kan niet. Dat is gewoon openbaar parkeren. Dus het is alleen maar bedoeld voor laden en lossen. En je zei al van alles is erop gericht om mensen die er niet horen buiten te houden. Is dat ook altijd gelukt? Ja, dat is eigenlijk altijd gelukt. Ja. We hebben eigenlijk nooit problemen gehad. Maar dat wordt ook gewoon echt wel door de vastgoedeigenaren wordt dat ook stringent in de gaten gehouden. Dat deuren ook automatisch sluiten en dat de sloten op goed werken en dat de verlichting goed werkt. Het is een heel sprinklersysteem voor als er brand mocht komen. Al dat soort dingen, dat wordt uitstekend onderhouden. Ja. Nou, dankjewel voor het verklappen van dit geheimpje, zal ik maar zeggen. Martin Ort van de OVSA in Almere. Dankjewel.